Sjaak, je bent al voor de derde keer bij de feestweek. Hoe bevalt die? Ja, het is altijd leuk natuurlijk. Ik bedoel, je komt weer een heleboel collega's tegen. Kom jullie tegen, wat trouwens ook altijd erg leuk is natuurlijk. En ja, je mag weer even je woordje doen zoals nu. Wat kunnen we nog meer zeggen? Ja, het is en blijft natuurlijk Oostenrijks. En eerlijk gezegd ben ik niet zo gek op sneeuw hoor. Maar het is wel gezellig, daar gaat het om. En wat is hier nou zo gezellig? Ja, de mensen gewoon die je weer tegenkomt. Die mensen die zijn in een feestweek hier. En die komen je alweer tegen onderweg en zeggen, hey Sjaki, leuk en hoe is het met jou? En vorig jaar was ik er ook bij en krijg je heel verhalen te horen. En nou, daar doe ik het tenslotte ook wel voor. En dan in de tent natuurlijk het optreden weer gaan doen. Dat je iedereen weer helemaal gek kan krijgen. En ondertussen weten al veel mensen dat ik niet alleen Manuela zing, maar ook dat ik echt feestmuziek kan brengen. Dus dat is ook belangrijk. Zijn er ook nog vaste fans voor jou meegereisd naar Oostenrijk? Toevallig heb ik net twee mensen ontmoet. Grapje. Maar die kwamen ook voor mij, zeiden ze. En, maar ik weet zeker dat er ook een heleboel fans zijn die... maar je moet eigenlijk niet zo zien dat ze alleen voor mij komen. Of alleen voor Vincent of alleen voor... ja, noem maar op. Ik denk dat ze gewoon al die artiesten gewoon graag zien en graag zien optreden. Ik heb op dit moment heb ik een duet opgenomen met Henry van Velzen. Daar heb je het waarschijnlijk over. En dat hebben we opgenomen. Er is een leuke, mooie clip van gemaakt. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik hoop hem wel heel gauw te zien natuurlijk. En het is een nummer, het maakt me niets meer uit. En ik geloof op 15 april, als ik het goed heb, is dan de presentatie van zijn cd-album. En daar staat het nummer dan op met van Henry en van mij samen. Dus is leuk om te doen natuurlijk. Ik heb het jaren geleden zelf op mijn eigen cd-album gezet. André Hazes heeft het notabene zelfs opgenomen op de cd Nu. De titel Nu. En toen heeft Henry geloof ik zelf ook nog een keer solo opgenomen op een cd-album. En nu dan weer als duet. Dus het nummer heeft wel historie, zou ik bijna zeggen, ja.